Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Te Land, Ter Zee en in de Lucht. 40 jaar doen we dit programma al. Dat is lang, hè? We hebben de leukste fragmenten achter elkaar gezet. We hebben al veel gedaan, zoals Schijn op het plein, tobben dansen, snel naar de bel, met je as over de plas. Daar beginnen we mee. Met je as over de plas. Of misschien is het beter, met je as in de plas. Dat was het. Kijk maar. De eerste staan aan het vertrek. De meiden van de Kolder Theehoek. Uit Hoornhorst komt de leidster Lilian. En als het goed is, kijk 16 punten van de jury. De Theehoek, zijn jullie er klaar voor? Ik moet even. Ja, en Johan lacht niet op zichzelf, maar ik vind het een mooi gezicht. Het schot klinkt gelijk anders, maar nou concentreren op met je as over de plas. Want daar gaan ze met z'n vijven in zo'n theepot. Wat knap, wat knap. Het instappen vind ik al knap in zo'n theepot. Het uitstappen is heel erg snel, want ja, het zat er niet in. Het is wel jammer, hij zag er zo mooi uit, maar hij komt eigenlijk nauwelijks op de banen. Met z'n vijven in de theepot. Hoe is het mogelijk met je as over de plas, de baan wacht, de bel wacht, de volgende deelnemers? Ook met zwemvesten, dat vinden wij veiliger hier vandaag in de vecht in Dalfsen. Heet komt uit Enter. Hij zit ook wel met een volle bak, hoor. Ja, dat is toch wel heel wat man die daar weer op zit. En hier krijg je het, kijk, dan krijg je dat smalle gedeelte en dan moeten die overhangers moeten dat gewicht hebben. Ja, en dat is... Ja, ik wou net zeggen, hij belt helemaal niet, maar hij belt toch nog. Je pleitje concentreren, je kan het hier zien. Ze springen naar de bel bij met je as over de plas. Want gewoon luiden, dat is er niet bij, hè. Johan blijft mooi aangekleed en gaat de volgende deelnemers starten. We hebben dus een aardige tijd op de klok staan. Dat zijn de takkenventjes. Attentie, uit Lierholthuis. Die komen ook ergens uit de buurt. Martijn en Wouter zijn hun eigen overhangers. Want die moeten en sturen en gewicht. Ja, dat is te veel van het goede. Dat zul je altijd zien. Ik vond het wel gewaagd, hoor. Ik vond het heel erg gewaagd. Zag er leuk uit. Jan en Janneke Pruim uit Dalfsen gaan op een vehikel naar beneden wat ze niet kennen. Ze kennen het hele onderdeel niet. En ze beginnen ook langzamerhand het leven wat beter te kennen. Want ik heb het gevoel, Janneke, dat niet leuk is. Het stuurtje is krom, is afgebroken. Ja, dan kun je niet meer sturen, hè? Dat gaat mis. En een beetje goede bruidegom kan toch behoorlijk sturen. Nou, dan maar even naar de volgende kijken. Zo, dat zijn er weer vier uit Haaksbergen, de Daltons. Onder leiding van Dave Bok. En dat zijn jongens die gaan voor de snelheid. Laten we eens kijken wat het nou is dat met je as over de plas. Snelheid maken op de baan. Dan krijg je twee mannen aan de zijkant. De overhangers moeten dat evenwicht houden. Dan kom je bij de bel en kijk eens een mooie tijd. 8.17. Dat is ook dat mooie van met je as over de plas. Ja, je kan lachen, maar het kan ook gaan om een stuk tempo en mooie techniek. Dat was een goede wedstrijd. Dat zag er heel erg goed uit. Nou, een paar druppels maken we ons helemaal niet druk over. Het is toch nat zat bij de vecht hier. De Vliegende Vink. Dat zijn studenten uit Amsterdam. Attentie! En die gaan erg voor de lol naar beneden. Maar ook weer zo'nzelfde constructie zullen wij vaak zien. Met ook twee achterwieltjes. Ik wou er net op mijn gemak naar kijken, jongens. En daar gaan jullie al. Wat is dat nou? Maar ik heb ook geen idee wat er nou misging. Je kan die gezichten ook niet zien, hè? Met die snavels ervoor. Ja, misschien zaten ze wel te kletsen met elkaar. Een beetje veel. Donkere wolken in Dalfsen. Maar weer veel licht hier op de baan. Deze komt goed uit wat naam betreft de onderzeeër uit Rauwveen, ook in de buurt hier. Opgelet, klaar. Herman met Richard, Klaas, Wilco en Carlo. Met z'n vijven? Dat kan toch bijna niet, zou je zeggen. Daar komt dat smalle gedeelte en de overhangers moeten dat gewicht houden. Ja, het zijn wel veel overhangers, hè. Het hoeft niet eens aan je eigen gewicht te liggen. Het kan ook aan je onzekerheid liggen. Of aan de stuurman. Maar bij een grote groep kun je veel mensen de schuld geven. Dat zal dat zijn. Ja, duikers houden alles in de gaten of de baan goed is. En of je er snel bij kan komen, want we kijken weer naar de volgende deelnemers. Ze zitten wat benauwd daar. Met je as in de plas, heet hij. Nou, aardige naam. Ze komen uit Rijkenvorsel in België, dus even rustig kijken. Want Belgen die zijn wel heel apart, zag je dat wat die deden? Die remden al bovenaan hier, kijk. Ik denk niet dat ze begrepen hebben. We doen een as over de plas, zeggen ze daar in België. Maar ik weet niet wat ze bedoelen, hoor. De Muskies uit Gasselte. En wat zo leuk is, voor elk onderdeel weten ze toch weer apart steeds technisch een paar dingen uit te denken. Hier 15 punten van de jury voor deze constructie. Dat moet dus heel snel gaan als dat op de baan komt. Eerst dat brede stuk en dan gaan we dat evenwicht bekijken. Hij houdt het! Oh nee! Dat is toch ook jammer. In het zicht van de finish. Had een goede tijd kunnen worden. Maar waar gaat het dan mis hier? Zit er dan een... Eigenlijk nergens. Niet eens. Zij wint. Ze gaan gewoon prachtig als zwanen voor de finish naar rechts. Dat is jammer. Want er is zo lang op gewerkt. Ja, dan krijgen we dit. Dat is de eerste. Even gelijk natuurlijk de baan maken. Want het zou erg zijn voor de volgende deelnemers als daar een hikje in de baan zat. Want zo werkt dat niet. De decorbouwers altijd erbij. Enthousiast en hard werken. Dat weet te laat. Wat gaan we nou krijgen? Oké, Bert. Bert kan ook aardig schieten. Wij kijken naar het team zonder naam. Dat is een kleine constructie.
Ik wou net zeggen, klein maar fijn, maar het wordt klein maar nat. Ja, maar we hadden zo'n pauze. En het drukte zo. Goed, Johan is weer tijdig terug. Kan gebeuren natuurlijk. Het is een beetje koud weer en dat stimuleert. Kan me voorstellen. Kijken we even naar de mannen die dus net niet gehaald hebben. Maar daar hangt hij weer, de bel. Hij heeft alle tijd. En wat doen zij? De Sponge Babes uit Amsterdam. Ja, dat zijn Jona en Roos met z'n tweeën. Klaar. Attentie. 14 jaar mogen net deelnemen. Vaders hebben meegebouwd en de techniekleraar. Dus dat moet lukken. Dat moet lukken. En nou, meiden. Och, wat jammer. Wat is dat jammer. Zo snel al. Ze waren eigenlijk... Ja, waar waren ze mee bezig? Wachten op het water, denk ik. Kijk, iedereen doet natuurlijk mee om te winnen. Maar deze volgende kandidaten, die deden het ook. Maar die deden het voor een goed doel. Een schooltje in India. Ik hoop natuurlijk dat iedereen de overkant haalt. Maar voor deze oude schooljuffrouw hoopte ik het des te meer. Deelnemer klaar? Oh, ze is wel benauwd, ja. Want ze moet het wel gaan doen. Eerst maar eens naar beneden. Zou het haar lukken? Ze gaat geweldig werk doen van de zomer, maar hier is ze maar kort aanwezig. Nou ja, goed. En de bril, jongens. Ook gelijk de bril even zoeken. De bril was eraf. Het is maar een kort stukje. Kijk, jammer dat het in dat sturen daar achterop niet goed gaat. Maar, oh, ik zag wel, ze stak een voetje uit, hè, mappie. Oei, oei, oei. Ja, en we kunnen het uit alle hoeken zien en er uit alle hoeken van genieten. Ja, je ziet het zwemvesten zijn belangrijk vandaag. Hier zijn de pyromanen, ook uit Wemeldingen. Jordi en Thomas. Waar? Ja. Hoekje goed? Ze houden van een vuurtje of van een vurig leven, één van de twee. Nou, het ziet er wel erg snel uit. Gaat wel heel erg snel. En dan moet er nog iets uitkomen, dan moet er nog gebeld. Nou, dat is ja, wel gebeld, maar ja, de kar moet blijven staan, hè, op de baan. Nou, dat zijn de regels, dus hij ging wel erg snel. Maar kijk, die kar gaat gewoon door, zonder enige rem, ja. En dan geldt de tijd niet, dat is jammer. Dat is jammer. Pyromanen gelijk uitgeblust. Hè? Het was geen belbroek die hij aan had. En dit zijn de mannen van het Cita Verde College uit Heerlen. Deelnemers klaar? Leerlingen met hun docent Fleur erbij. Hebben iets gemaakt. Komen nog meerdere leerlingen daar van dat college uit Heerlen vandaag aan de beurt. Oh, dat gaat heel goed, wou ik zeggen, maar het remt niet. Ziet er prachtig uit. Zonder meer. Met verbazing sta je naar te kijken. Mooi hoor. Karma. Het is niet van het hele mooie weer. De baan zou een tikje glad kunnen zijn. Dan moeten we afwachten. We gaan eens kijken naar onze eerste kandidaten. Zo gaat het de baan op. En dan moet er eentje boven met die ladder gaan lopen naar die bel. Hij doet het. En een mooie tijd zeg. 8.86. Even dacht ik, hij schiet door. Maar de wagen remt. Je mag nou remmen. Ik zou zeggen, je moet remmen. Nog eens even in die herhaling kijken. Wat mooi. Even een klein wipje zat daarin. Kijk eens even hoe een van de mannen omhoog klautert. Hij is dat gewend natuurlijk op de ladder staan. Maar het is een end hoor. Daar helemaal bovenop. Wat doen de volgende? Ja, seksmachine uit de Biezelingen. Net getrouwd, dus ja, dan krijg je dit soort grapjes. 1 juni getrouwd, met een hoop herrie gaan ze van start. Hij stuurt en zij moet naar de bel. Hoe, wat zal dat worden? Let op die tijd. Daar gaat de klep open en daar gaat ze naar de bel. Hoep, 10.99. In het kader nog van de Winterbroodsweken, nog lang niet uitgewerkt. Knap gedaan. Mooie Nel uit de Rijp. Mooie Nel, klaar. Ik zag ook wat plakband. Ben erg benieuwd of dit... Kijk, die man in het midden zit. Die ziet niks meer. Met die... Dat wordt niks. Nee, dat kun je zo aan zien komen. Ik zag die loopplank, die klepperde omhoog tegen. En gelijk was eigenlijk alle coördinatie weg. Tja, wat was de bedoeling? Dat kun je bij veel van die constructies vragen. Ja, dat gaat zo hier. Kijk, hier kun je het mooi zien in de herhaling. Daar klapt die hele springplank, die klapt voor zijn gezicht. En kijk op die man links, zeg. Die ziet het aankomen. Dik, oh nee, hè. Heb ik dat weer. Ja, daar kun je niks aan doen. Mooie Nel was er goed voor. Dit zijn de mannen uit de Weert, de Cable Drivers. Allemaal dik in het vest. Allemaal zwemvest aan verplicht, want we zitten bij open water. Oh, dat is ook benauwd zitten daar voorop, zeg. Met een touwtje sturen. Wat is dit? Wat is dit? Oh, oh, oh. Geweldig. Wat een mooie dag. Echt in Wemeldingen. De Nel is klaar. Maak je niet nerveus, hoor ik hem dat nou nog echt roepen. Nou, maar eens even, wat een merkwaardig klein stuurtje is dat weer. Nou, dat is een laf nummertje, zeg. Jongen, wel een laf nummertje. Ja, die dacht, nou, maar gaan we doorsturen, dan blijven we droog. De brandrubber. Ja, Dick, dat gaat zo af en toe hier. Je weet niet wat je meemaakt. Kijk, er wordt volkomen verkeerd geremd, eenzijdig. Dat komt toch door die één oog, want die remt volgens mij. Ja. Deze is leuk. Die komt uit Haaksbergen, het Bruimstruikse binnenpad. Helemaal klaar. Moet je je voorstellen dat je daar achteruit naar beneden gaat. Let op, trommelen en tetteren erbij. Ja. En wat er aan die andere kant gebeurt, ja, daar heb je totaal niks mee te maken. Kijk, daar gaat het.
Wat zonde. Job, die is... Hij blijft wel drijven, maar het vel is gelijk helemaal slappen. Niet te geloven, moet je voorstellen. Dat je keurig blijft gaan. Maar wat doen die mannen daar voorop? Wat doen ze voorop? Ja, mekaars hand vasthouden. Ja, jongens, maar daar ben je niet voor hier gekomen. Wat is dat nou? Dat is mooi. Ja, geweldig gedaan van onze hefnieuws. De trompetje is er nog steeds. Kapellen, daar komen ze vandaan. Dus hier. Zwaai maar. De theekleuters. Ja, ik zet er net even naar te kijken, maar dat is nog niet eens zo'n hele stabiele zaak. En dan moet zij daar omhoog komen. Zij moet dat laddertje op en ze gaat bellen. Oeh, 9.38. Ja, dat was Sascha die daaruit kwam. Knap gedaan, zeg. Heel knap gedaan, want het is niet zo makkelijk. De bel is geraakt. Ja, inderdaad, de bel is geraakt. Hier kun je het mooi zien in de herhaling. Ja, dan moet je daar op die loopplank komen en proberen die bel in één keer te luiden. Knap gedaan, hoor, Sascha. Kikkers springen, vogels vliegen, kippen... wat doen kippen eigenlijk? Nou, in ieder geval niet springen en vliegen, want dan hadden ze vast de bel gehaald waarschijnlijk. Kijk maar. Succes! De keeperrijers uit Magaren. Dat zijn mannen van de carnavalsvereniging. Mooi aangekleed, zag je? Die had angst, zeg. Die had de bibbers al. Ja, nog eens een keer kijken. Maar even fixeren op de bel. En ja, nee, dat zat erin. Las Vegas, veel succes! Ziet er relaxed uit met de sigaar in het hoofd. André en Gesines. Oeh, dat gaat zo scheef als wat. Ja, ze roken beter dan dat ze glijden. En, ja, het valt toch tegen, die pedals pakken. Daar gaat helemaal de verkeerde kant op. Die gaan gewoon terug naar Groningen. Dat zit er dik in. Daar eens even kijken naar dat prachtige beeld. Ja, het familiealbum is sterker dan het tobbedansen. En de sigaar brandt nog. Dit zijn de volgende. Waar komen ze vandaan? Oh, uit Winkel. Mannen uit Winkel voor de laatste keer, dus geniet ervan. Ja. Nou ja, genieten. Roelof Ruimhof Lindstra en zijn zoon. Vader en zoon. En vader stopt ermee, want zijn vrouw vindt het zo eng. En hij ook, moet je kijken. Ho, ho, ho. Ja, maar rustig aan, jongens. Rustig aan, daar zijn de duikers ook direct bij. Tja, als ik hem was, ging ik ook maar heel gauw met fut. Ja, en dan toch zo zo'n 12 jaar meedoen, hè. Hij is altijd enthousiast, man. Wat een geweldig beeld is dit. Een echte tobbedanser, maar meer tobben dan dansen. Dat kun je wel duidelijk stellen. Snel door naar Marie, naar de volgende kandidaten. Vorig jaar gedisqualificeerd, hè. Dit jaar het beter doen. Ik zou zeggen, hupsakee. Kapelle aan de IJssel, daar komt hupsakee vandaan. Vorig jaar was het voertuig te smal. En nou is het breed zat, zou je zeggen. Maar ook traag zat. Daar zit niet veel tempo in. En dan toch maar, ze zijn droog gebleven. Althans, een paar spatjes, dat moet kunnen. En dan droog naar de bel, ja, net binnen de 15 seconden. Het is een prachtige wagen, maar is die ook snel? We gaan het nu zien. Succes! Uit Heerenveen, de Oldies. Gestroomlijnd à la Pieter van de Hogeband. Maar ja, dat maakt weinig uit met zijn helm op. Ik denk dat nu de... Dat was eigenlijk het gevaar. De helm was te zwaar. Hij held over, ja. Nou, die moet ook lachen om zijn baas. Dat is duidelijk natuurlijk, hè. Goeie stemming hier in Lage Zwaluwe. En we gaan gauw kijken naar de volgende kandidaten. Oeh, Scorn Volk. Oké, jongens, succes! Kom uit Loosbroek. Hebben ook weer heel lang gebouwd, zijn geconcentreerd aan de start. En daar komt een boot uit. En die doet het. Die had het kunnen doen. Oh, wat ging dat snel, zeg. Mooi, hè? Hij scheerde over dat water. Dat is technisch heel leuk. Maar ja, als je hem niet in de baan kan houden, kom je niet bij de bel. Eerste meters waren geweldig. Ziet hem en dan wijkt het af. Wat is dat jammer. Want het zag er zo goed uit, hè? De volgende kandidaten. Ik hoop dat jullie net zo snel zijn als op de racefiets. Dat zijn de Linicrossers hier uit Lage Zwaluwe. Dat is een recreatiewielenvereniging, een trimclub. Gaan vaak gebukt op het zadel rond en gaan hier ook gebukt, maar wel te water. Echt in de goede houding als een wielrenner, gebukt te water. Kijk, met een kleine koprol erbij. Ja, de bel halen ze niet, maar een prachtig beeld voor het gemeentealbum van Lage Zwaluwe. Oh, die is geconcentreerd. Komt het Etteleur. Mannen, onder de 5 moet lukken, toch? Ja, die dachten inderdaad, Marie, dat ze binnen de 5 seconden zouden komen. De man uit Etteleur, van ons excuus. Dat gaat goed en dat kan ook. Ja, oh, 5.74. Nou, het is er net boven, maar wat een prachtige tijd. Echt. Oeh, wat is tobbedansen mooi, hè, als je dat zo ziet. Kijk eens, ook helemaal geen angst, geen schrik. Hij scheert over het water, dat vaartuig. En maakt een hele mooie tijd. Een echte tropische verrassing. Patrick, let op je vingers. Ze komen uit Enkhuizen. En Patrick heeft tijdens de bouw in zijn vingers gezaagd. Hoe is het mogelijk? Maar die maken er nu helemaal niks van. Oeh, die gaan terug naar Enkhuizen met schaamrood op de kaken. Het ging nog zo mooi. Kijk, die eerste beelden. Altijd enthousiast, hè? Een volle bak geven ze dan. Ja, dat is een volle sprong naar beneden.
Het team altijd prijs, goede titel trouwens, maakt een gigantische octopus met allerlei ringen. Dan kunnen ze de pin zeker niet missen. Maar ja, is dat ook zo? Ik hoop dat deze inktvis in het water terechtkomt. Altijd prijs, laat maar zien. Deelnemers klaar? Wel weer benauwd kijken. Want kijk, je moet door dat mondje kijken, dat moet alles zijn. En dan moet je de hele baan afkijken, voldoende snelheid houden. Hij hobbelt een beetje, Rens. Wat blijf je nou? Ja, dat is toch een behoorlijke heuvel, hè? Als je dat net niet haalt, wat is dat nou jammer? Hij is wel blij, zie je dat? Die ontspanning op dat gezicht. Ik vraag me af hoe hij daaruit was gekomen om te bellen. Nou, dat zien we misschien volgend jaar. We gaan naar Etten-Leur, naar de Simpsons. Dit is het tweede team van het Broederweekend. Jongens, veel succes. Dankjewel. Deelnemers klaar? Hoor je dat? Zo van binnenuit. Oh girl, oké. Ze zijn er allemaal nog. Oh, dat gaat goed als je maar goed blijft sturen. Blijf sturen, jongens. Oeh, wat wiebelt dat wiel weer? En dan moet je op die pen komen. Nee. Zag je dat? Een beetje hardlopers en doodlopers. Gewoon vol daarnaast het water in. Dit zijn de hangige hangers uit Nijmegen. Paul Pijpers haalde met deze car 9.21. Eens kijken wat jullie ervan bakken. Deelnemers klaar? Zitten snelle jongens op, Joey. Willem bijvoorbeeld, die is Europees kampioen Hoovercraft Racing geweest. Dus een man die wel weet waar het om draait. Het gaat inderdaad snel. Dan moet je op die... Oh, wat jammer. Dat zag er nou goed uit. Dat had een goede snelle tijd kunnen worden. Kijk, je ziet het nog hier, die concentratie op je gezichten. Maar wat even een stuurfoutje. Dacht ik. Daar aan het end, hè. Deelnemers klaar? Enthousiast team altijd. Oh, dat is... Wat zag je dat zich? Het voorbeeld, het zakt helemaal door daar. Aan de linkerkant bij Mohammed. Ja, kijk, ja, zie hem wijzen. Ja, nee, dat zat er niet in. Hier, kijk eens even. Oh, Mohammed stuurde hem al heel snel het zand in. Zag je dat? Nou, knap dat hij hem nog stil kreeg. Ja, dat is balen. SpongeBob dan maar gewoon op het zand. En volgend jaar meer succes. We gaan naar Aalten, naar de Hollebus. De meeste carnavalsverenigingen maken hele mooie grote dingen. Jullie gaan duidelijk voor de snelheid. De Hollebus, veel plezier. Deelnemers klaar? Remco en Detlef. Hij gaat inderdaad snel, maar altijd weer sneller dan de trappers gaan. Weet je of dat de voeten het kunnen bijhouden en dan ineens dat... Oh, dan wordt het een beetje een laf snelheidje. Ja, dan moet je hem nog gaan helpen ook. Nou, uiteindelijk 14,5 seconden ruim. Ja, toch zit dat venijn vaak in de staart, hè? Of na de finish, dat zie je hier maar weer bij. Hij doet zijn ogen dicht onder het schieten, zie je dat? Oh, dat ziet er inderdaad heel erg goed uit. Robuust en rustig. Ja, oh, wat jammer. Ja, hij had erop kunnen vliegen, maar hij vloog er tegenaan. Dat is jammer. Het was wel een hele snelle wagen. Goed stuurbaar, zag er heel technisch heel goed uit. Je ziet het hier in de herhaling. Komt niet goed op de pen. En dan is het gebeurd. Dat is jammer. Jammer ook van al dat werk, hè, denk ik dan wel eens. Maar, ach, was ook gezellig, dat is juist. De happetappers komen uit Nagelen. De happetappers. Misschien droog naar de bel, misschien met een hap water. Deelnemers klaar? Nou, water, weet niet. Het zijn studenten, werktuigbouwkunde. Oh, nou, die kunnen we beter schrappen. Kijk eens, wat dat rare schuin zit stuurtje aan de achterkant. Hup, maar waarheen? Geen idee. Maar zijn studenten, die hebben hun eigen denkwereld altijd. Komt vanzelf goed in de loop der jaren. Het is heel makkelijk, jullie moeten gewoon doen wat Bert zegt. Deelnemers klaar? Ja, dat klopt, Joe. Die zegt altijd gewoon naar beneden gaan en naar de bel toe. Uit Oorsbeek, de kamelen. Ziet er mooi uit, dat wel. Maar volgens mij, ik wou net zeggen, hij haalt het niet. Hij kwam niet op de pen, hè. Dat zag je al aankomen bij dat beeld van achteren. Marco, je bent de laatste kanshebber, dus ik zou zeggen, geef hem van Jetje. Ben je klaar? Heel snel weet hij altijd die kracht over te brengen op de constructie, waardoor het erg snel gaat. Kijk, en hij kijkt al helemaal naar dat punt van die pen. Ja, hij komt erop en hij grijpt naar die bel. Oh, hij mist hem. Oh, ik zat naar die tijd te kijken. Hij mist hem. Oh, wat baalt hij. Hij hangt eruit, dus ongelukkig in die constructie. Nog eens even naar die herhaling kijken, want het ging zo lekker snel. En dan concentreer je op die tijd. Kijk, het had gekund, let op die hand. Oh, hij mist hem. Hij mist de bel. Hoe is het mogelijk, Marco? Oh, die baalt. Het gezegde zegt het al, iets gaat in rook op, oftewel iets gaat zomaar verdwijnen. Nou, ze verdwenen niet, maar ze gingen wel te water. Kijk maar. Ze komen uit Tiel, de Doekers. Ik zou zeggen, stik niet in de oranje rook. Succes! Wel erg veel rook, maar ze hadden het prachtig om te zien. Alles doet het. En nou mogen de heren het zelf waarmaken op de baan. Het stuurt zeer comfortabel, deze prachtige automobiel. 4 emmers naar buiten, maar remmen, ho maar. Oh nee, heerlijk hè. Daar zaten ze op te wachten hier in Zutphen. Hij moet te water. Prachtig ook, je ziet het gewoon aankomen. Dan moet je eens even op die gezichten letten.
Die weten wat er gaat komen, hè? Oh, jongens, gaan. En ze beginnen al heel vroeg te staan, zie je dat? Ze komen al, behalve die achters, die hebben dat niet door. Die reageren soms erg laat, hè? Jong Gelder uit Almen. Nou, ik heb me altijd al afgevraagd of koeien kunnen zwemmen, maar volgens mij ga ik er nu achter komen. Heel veel succes. Ook mannen uit de buurt hier. Hij is mooi gemaakt, zijn mooie koeien aan twee kanten. En het rijdt comfortabel gedurende de eerste meters. Ik heb het gevoel dat daar in het kader van twee handen op één buik twee stuurmannen met één stuur. Geen idee. En hoe gaan we remmen? Dat gaan we volgend jaar eens proberen. Gaan we weer eens opnieuw bouwen, hè? Kijk even, hier kun je dat. Mooi gezicht, dat ging bijna mis op die brug daar. Prachtig hersteld, dat kun je wel stellen. Maar toch te water. Marco Baring met een klein, nog technisch vernuftig apparaat. Nou, voor de 50ste keer dan maar ontzettend veel succes. Hij is een man van redelijk snelle constructies altijd. En nou moet hij op een hele slinkse manier remmen, zonder echte remmen te gebruiken. We gaan eerst maar die brug over. Ja, dacht, oeh, zeg, dat ging nog maar net. Dat ging nog maar net, kijk. En dan moet hij iets tevoorschijn halen. Hij trekt aan iets. Het gaat niet. Oh, wat jammer. Hij heeft altijd zoiets geweldigs uitgedacht, hè. Maar je ziet aan zijn gezicht, kijk, hij trekt, hij zoekt het. Nee, zit er niet in. Het is gedaan, hè. Zeggen ze dan bij de wielrenners. En daar gaat hij, Marco Baring. Geen overwinning voor hem. Wat zal Paul Pijpers doen? Ik vind het ontzettend dapper dat je weer meedoet. Maar alsjeblieft, wees voorzichtig dit keer. Ja, want hij heeft eens een keertje achter in zijn eigen wielen gehangen. En dat was toch best wel even een hele vreemde ervaring. Daar gaat hij met een Dragon Star, zeg maar gebaseerd op zijn Amerikaanse Dragster. Hij had iets heel technisch bedacht. Je kon het zien. Hij trok met zijn handen ergens aan en het kwam niet. Kijk, hier. Hij trekt aan iets, er is iets technisch en ja, dat wil dan niet zeggen. Jongen, wat jammer. Het was wel een mooie constructie. Echt. Het team Batslee. Ja, dat is duidelijk. Ik zou zeggen, zetten we een goede stand neer, want die kunnen we ondertussen alweer een keer gebruiken. En ja, de Batslee heeft wel potentie om dat te doen, dus ik wens jullie heel veel succes. Er zitten ook een hoop zwembandjes bij, dus... Trouwens, iedereen ziet er misschien ietsje dikker uit dan normaal. Iedereen heeft verplicht vandaag in Zutphen een zwemvest om, omdat de haven grenst aan het open water van de IJssel en dat stroomt nogal hard. Eens even kijken naar die banden. Oh, had gekund, wat jammer. Zag je dat? Mooi, hè? Je zag die banden remmen. Je zag ze remmen. Kijk, hier gaan ze te water. Dat remt behoorlijk, maar eigenlijk iets te laat in het water gedaan. Dat is jammer. Dat is echt jammer. De volgende kandidaten. Oeh, dat is ook alweer een bruidspaar. Ik zou zeggen, maak er geen huwelijksboot van. Marco en Marieke uit Vorden zijn al getrouwd. En dit is nog even een extra opdracht. Met een prachtige tractor gaan ze de baan over. Die gaat hard. Hoe krijg je deze huwelijkstractor tot stilstand? Oh, zeg, zag je? Ze greep hem vast, want jij bent mijn redding. Hier kun je het goed zien, hè? Die zwemvesten. Ja. Het is pittig water in Zutphen. Alles voor veiligheid, met dank aan de duikers. En hij ging toch te water. Ja. Nou, brandweer Doetinchem, daar gaat hij dan, hè? Sabine, die straks trouwens ook nog de baan op moet. Ja, zouden we bijna vergeten aan het eind van het programma. Blijven kijken. Even kijken wat de brandweer doet. Dat ziet er heel comfortabel uit. Dat heb ik al vaker gezegd. Joh, weer die brug, hè? Weer die brug. Die brug is zo moeilijk. Daar moet je zo het stuur vast houden. Hij zit gewoon aan andere dingen te denken. Aan een binnenbrandje of een uitslaand brandje. Maakt niet uit. Hij zag een vuur voor zich. Maar niet het heilige vuur. Hij wel. Daar. Met die rode helm. Nou, waar een vrouw is, als het wel niet goed voor is, hè? Heel veel succes. Kijk, die heeft benauwd hier. Kijk eens even. Fred Ralten uit Buitenpost. Samen met Sjoerd. Oh, Fred, hou hem nou toch, Fred. Oh, kijk eens. Zie hem schrikken. Geweldig altijd, Fred. Die hele leven van die prachtige gezichtbeelden opneemt. Hij haalt het niet. Wat jammer. Dat is echt geweldig. Ja, nou lacht hij. Maar hier moet je kijken, jongen. Dat hij dus echt in volle concentratie denkt. Oh, nee. Daar heb je hem. Het water. Oh, no. Daar gaat hij. Johan en Sabine. Oh, dat is weer een heel merkwaardig stuur wat Johan daar heeft gebouwd van Sabine. Hou het gewoon recht en laat Johan zijn werk maar doen. Hoewel, ja, dat vind ik ook een beetje gevaarlijk. Kijk eens even. En nou moet je die vreemde remconstructie tot uiting brengen. Nee hoor, het zit er niet in. Sabine, daar ga je. Ze blijven leuk, die filmpjes. Zijn er meer? Ja, er is nog veel en veel meer. Wanneer gaan we dat dan zien? Ik weet het niet. Heel snel in ieder geval. Tot een volgende aflevering van Te Land, Ter Zee en In de Lucht. Dag.